Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe vlog van Sisterpet, maar ook met Ace Gaming. Ik had jullie al gezegd in onze vorige vlog dat er op 12 oktober, maar ja, het is nu 11 oktober, een unboxing ging zijn. Een unboxing ging zijn van een nieuw spelletje en dat was Call of Duty. Dus hier is hij dan. Ja, zijn nieuwe liefde. Nee, jij bent mijn liefde. Ja. Oeh, film maar de bot. Ja, niet opletten, het is op mijn bed, mensen. Oh, check de bovenkant. Wow, check de bovenkant. Wat is het? Ja, help me. Doe jij maar, aan jou de eer. What the fuck? Ja, het gaat weer niet lukken, zeker. Holy crap. Dat is die vrolijke zombie. Die madame. Deze. Wacht hé. Zo is langs de zijkant. Oeh, nog één. En dan. Oké, hier is het om open te doen. Ga je eentje om doen? Doe maar. Oeh. Tadaa. Holy crap. What the fuck. Oké, dat hier. Gaan we proper langs de kant leggen. Oh, die doos, dat stinkt van een nieuw. Nee, ja, dat stinkt niet naar nieuw. Dat ruikt zo naar nieuw. Dus, wat zit erin? Batterijen. Hier posters. Dat hangen we dus niet op je kamer. Jawel. Maar doe maar niet. Jawel, maar. Doe eens een keer open, dan zie ik er allemaal zien. Ah, berichtjes. Een zakje met Do not eat. Oké, wel rustig. Dat zijn nog stickers in, denk ik. Nee, denk ik niet hoor. Wel, het zit hard in. Maar dat zijn die. Doe het proper, hè? Ja, moeten die zakjes niet zo klein zijn, hoor. Ja, maar. Maar iedere week gaan we ondertussen een keer mijn nieuwe bakje tonen in het licht. Een nice controller. Oh damn. Nee, dat voelt zo. Ja, dat voelt zo aan de achterkant. Oh my god. Check naar die Blood of the Dead dat shined. Check, kijk ja. Wow, dat is echt wel, die ga ik echt wel ophangen, baby. Die en die ook. Die zijn echt wel nice. Ik wil bij een nachtmerries hebben. What the fuck, die quality weer van, what the hell. Wat vind je daar zelf? Ik vind dat toch nice gemaakt. Ik vind het eng. Het is wel mooi. Dat is wel nice gemaakt. Oké, laat ze maar proper weg. Oh my god. Ja, je kunt bezig houden. Ja, je kunt bezig houden worden. Elke dat eruit. Doe ze wel alleen. Ja, je kunt bezig houden. Ja, ja. Oh my days. Call of Duty Zombies 10 years. Laat ik er even stukken. Duizend stukken. Gast. Dan een keer. Nice. Ja, hey, rust. Dat is maar een puzzel hoor. Dat is quality, gast. Dat is dus 10 jaar een fucking zombies, hé. Mm-hmm. Dat is echt al insane, dat is echt al skift. We gaan een keer alles, waar heb je de rest gelegd? Daar. Ah, oké. We gaan een keer alles naast elkaar dan leggen. En ertussen, momentje. Deze dingen, die denk ik. Oh, het gaat gewoon. Ik denk dat dit eruit mag. What the fuck? Wat is dat? Holy shit, dat is die box, babe. What the fuck? What the hell? Oh my days. What the fuck? Wow, check hoe groot is dit. Wow, dat is wel. Pas op, en dat is scherp. Dat weet wel, maar dat bloeit niet. Ja. Oké, wacht even. Oh my days. Dat stak zo. What the hell? Dat ding dus. Voel maar die ding. Check hoe, dat is flexibel. Ja, best wel flexibel. Wow, check dit. Wow, nee. De inside tone, man. Niet de inside tone. Wacht, ik heb je 2 seconden nodig. Leg je de camera 2 seconden daar, van dat standpunt. 2 seconden nodig. Kan hier. Ja, dat doen we hier. Ja.
3 seconden, mensen. Hou jij dat vast? Oh my god. Je gaat dat je toch niet eten, hè? Jawel, tuurlijk wel. Daarvoor heb ik het kort. Is dat er echt erop? Maar dat papier mag erop. Oh, maar ik kan vast niet. We zijn vast aan het doen. Oké. Wow, dat past zo nice. Oké. Ik denk niet dat er nog dingen in zijn, maar je gaat niet eerst. Oké, zo maar. Dit is momenteel de box, is heel scherp. Wat helemaal voel is zwaar, hè? Scherp en zwaar. Oh my god, ja. Waar zijn de batterijen? Echt wel mooi afwaarts. De batterijen, dat is toch wel zot afwaarts. Oké, dus nu gaan we de inside filmen. Oké. Wajo. Texel. Dat is dus... Eentje dat nooit gaat uitkomen. Wat is dat? Wat denk je dat dat heeft? Een boekje. Call of Duty Zombies. Hashtag one. Hashtag one. Is dat het eerste? Is dat Number het spel one. Nog? Maar nee, dat is geen spel. Dat is een allee, hoe noem je dat? Een poster. Een strip. Ja. Een strip. Oh man, dat idee. Met een poster erbij ook nog. Kijk, check. Dat is een poster. Van Call of Duty. Mm-hmm. Poster. Wow, deze shit, ik had dat gelezen. Hè. Wow, joh. Met de hele storyline en al. Al de mensen die graag deze strip willen lezen, je kan hem altijd een keer vragen. Nee, fuck off. Oké, hier. Volgende. Oh, ik weet al wat. Ik denk. Oh, ja. Wat is dat? Ik denk dat gaan we aan gebruiken. De wellnessbom. Dat is een popsocket. Dan moet je dus aan de achterkant van je gsm. Ja, maar dat hang ik niet aan mijn gsm, hoor. Dan kun je zo je vingers zo... Ja, dat snap ik, maar dat hang ik niet aan de mijne. Dat is wel leed. Dat is wel nice. Maar ik ga dat ook niet doen, maar... Ik vind het gewoon echt cool. Nice gadget. Oeh, yes. Dat is voor dus mijn game in te steken. Cool. Dus dat is de steelbook. Steelbook. Het zijn allemaal schabloon. Maar weet je wat je daarmee kunt doen? Aan je vesten aan? Mm-hmm. Of op t-shirt? Je gaat het toch niet doen? Maar je wou een keer op een t-shirt? Dat is toch wel nice? Toch een witte t-shirt. Wat de hel, zo cool. Kijk, echt cool. En dan de last but not least. Hoe is dat? Toch weer een nieuw bakje of zo? Dat is echt cool. Wow, nice. Dat is echt cool. Dat zijn dus de zombie... Mag ik het een keer uit plastic halen? Dat zijn dus de zombie-characters. Ook te koop bij Ikea. Oh my days, check hoe cool. Dat zijn dus de zombie-characters, thick pins. Ja, en dan dit. Maar opzij. Mm. Voor wat is dat? Kan je dat ook aan je hangen of zo? Ja, dat zijn zo van die. Ken je dat niet? Pins? Dat zijn aan de haan van die kleren komen. Oh shit. En de schroeven draaien nodig. Oké, wij gaan dus eerst op zoek achter de schroeven draaien. Tot straks! Ja, ga je dat dan editen? Ja, maak ik de batterijtjes? Voor de rit hebben we opties zonder geluid. Echt? Ik ben echt benieuwd. Nu moet ik wel. Zal ik de batterij even... Juist in stik. Wanneer gaan we dat filmen? Ik ben al aan het filmen. Ja. Ik mis altijd tussen de plug en de binnenkant. Ik.
er nu niet direct iets gebeuren? Stel je voor dat die pillen plaatsen. Dat is ook wat hilarisch vind. Maar misschien gaat hij alleen naar een stekker erop staan. Hij staat nog niet. Wel, doe dat keer. Daarop. Au. Zie je, ik heb gelijk. What the hell? The fuck. What the fuck? Check naar die skeletten. Check naar die skeletten, naar die oom. Little boy with his toy. Ik weet dat misschien niet leuk te lezen, maar. No shit. Als dat s'nachts afgaat, echt flippy. Wacht. Kijk, dat knopje als het daar is te zetten. Kijk, zo is dat veel cooler. Ja, maar die doos komt met een nieuw klein. Echt? Ja. Nou, Enger. Zie, heeft u nu, is dat mijn toch... thema van Halloween te blijven haasten. Hij is toch geskift. Ik ga een foto pakken aan mijn gsm. Dus wat vonden jullie van de unboxing? Ja, ik vond het wel leuk, ja. Ondertussen heeft hij ook al de game gespeeld. Heb je ja. Al stream? Ja, ook al. Dat ging de streaming goed op een gegeven moment. Praktisch 10, 15 kijkers nu. Ik wil nu gewoon ook wel, wil ik hem een keer recht vaststellen, zo. Dan heb ik zo gewoon, zo schuin, dat ik een keer een foto kan nemen. Gelukkig pas op, denk ik. Nee. Ik wil een keer een foto nemen, mensen. Maar nee, zo, je moet half erop laten. Zo. Ja, zo. Oh, damn. Nu wil ik ook nog één keer met licht uit. Oh my god. Eén keer met... Ja, foto met licht uit, als dat bad, hè. Lukt het? Ja, zo. Oké, mooi. Perfect. Oh my god, mensen. Heeft toe, dit is insane. Oké, gaan we nu doen? Gaan we nu eens een keer alles op een rijtje zetten? Ja. Dus, wat staat er eigenlijk dus allemaal in die box? Oké, dus. Puzzeltje. Ik kan alles uitleggen. Dat is die popsocket. Boekje. Steelboek. Voor de mensen die dat niet kennen, dat is eigenlijk gewoon op mijn achterkant van je gsm-tang. Je kunt daar zo je vingers langs doen. En dan heb je je gsm veel beter vast. Dan hou je het gewoon in. Oké, dus dit zat er eigenlijk allemaal in. Misschien moet ik je koos nemen. Ah ja, en die doos, hé. Die doos die daar nu staat. En dan ondertussen de doos hier zet. Met onze fantastische waaier erop. En ja, dat staat er ook in, maar en met die niet kwijt wou, hebben ook de, hoe noem dat, de rand daarvan ook gewoon. Ja, en dat is... Ga je dat ook gewoon over? Nee, maar dat worden dan weg doen, dus dat is eigenlijk een beetje de dingen. Fuck. Dat betekent dat er alleen maar meer en meer rommel in mijn kamer komt. Ah, check dit aan. Ja, ondertussen houdt hij dus meer van Call of Duty dan van mij. Nee, dat is niet waar. Je bent nog altijd mijn grote liefde, schatje. Wil je anders stem niet uitzetten dat de batterij niet gaat? Op of? Ja, goed doen. Oké. Ik stel voor dat we alles er gewoon, die kleine stinkertjes daarin steken. Ja. Goed? Is goed. Voilà. In de kist. Hoe koud het dat voelt. Ik weet, maar dat is... Maar ja, je had toch die game er niet uit aan, toch? Kijk, hier. Zie ik. Dit kwam er apart ook nog bij. Dus als je dat bestelt... Ja, maar dat staat hier dat, kijk.
Mystery Box Edition. Dat staat er ook bij. Kijk, dat staat er ook nog bij. Dus please notice special content 2 products. The Mystery Box does not include game and the game. En hier staat de game in. Ja. Dus hierin. Dus ja, ik hoop dat iedereen dat leuk vond. Ik ga ook nog iets bijvermelden. Dus als ik de 400 subscribers haal en Sister Pack de 200 subscribers, doe ik een giveaway. FIFA points, V-Bucks, whatever. Dat zien we nog wel, dus het is aan jullie. Want ik speel nu zelf ook FIFA, dus ik weet niet. We zien wel zeker wat de mensen beslissen. Ja. Dus nu ga ik me bezig houden met de puzzel van 1000 sterren. En ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Alvast bedankt voor het kijken. En zeker liken, subscriben, sharen. En vooral genieten van de video. Bye! Let it go. Think about it, go. Think about it, high.